Als je een berg als de Alpe d'Huez wil beklimmen, dan moet je natuurlijk trainen. Ja, in Brabant heb je eigenlijk alleen viaducten. Neem een soort van berg te zien, moet je in Limburg zijn. En we hebben de stijlste uitgekozen, 22%. En onder dat bordje staat het team Anja Kuyt-Rozendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent Wesley. Ja, klopt. Hallo Wesley. Goedemorgen. Jij bent een beetje de aanjager van het team. Ja, klopt. Zeg, ik mis wat fietsen. Ja, wij gaan de berg hardlopen. Hardlopend? Ja. Nou, laten we dan maar hardlopend omhoog gaan. Voor zover je hard kan op 22%. Ja, laten we gaan. Goed zo. Nou, Wesley, dat valt niet mee, hè? Ja, stijl, hè? 22%. Ja, we zijn wel echt een hele hechte vriendengroep. Toen het ook op het moment dat Wesley's moeder dan is overleden. Toen was om 1:30. We zijn ook meteen naar hem toe gegaan. En dat was natuurlijk heel heftig. Maar toen zei hij van, ik moet weer meedoen eigenlijk voor mezelf en voor mijn moeder met de Alpe d'Huez. En toen hebben we eigenlijk allemaal gelijk gezegd, nou, we gaan met je mee. En dat voelde ook wel echt heel goed. Ja. Want je hebt hem een keer eerder gedaan. Toen ben je alleen gegaan? Ja, toen ben ik alleen gegaan. Toen heb ik hem ook gelopen. En dat was ook heel bijzonder. Toen was mijn moeder er nog bij. En die stond toen bovenop de berg bij de finish stond die mij op te wachten. En dat was echt super mooi. Je bent eigenlijk helemaal af. Je bent heel erg moe. En dan kom je daar bij die finish, staan daar heel veel mensen. En dan zie je je moeder daar aan de kant staan. En dan lijkt het net of dat je helemaal gedragen wordt om de finish over te gaan. En dat is echt prachtig. Dat is echt mooi. Deze keer zal ze er niet bij zijn. Dat maakt het ook wel moeilijk. Ik heb daar heel veel ervaringen, heel veel herinneringen. Toen achtergelaten, toen mijn moeder er nog was. En die zullen dit jaar weer allemaal naar boven komen. Maar ook wel mooie momenten waar ik leuk op terug kan kijken. Ja. Maar gelukkig ben je niet alleen nou, hè, Rieke? Nee. Nee, wij zullen voor hem zijn. Absoluut. Ja. Ja. De Alpe d'Huez wordt gehouden op de legendarische Franse berg de Alpe d'Huez. Een pittige klim van 13,8 kilometer. De berg is bekend om zijn 21 haarspeldbochten. 7 jaar geleden haalden ze €370.000 op. Vorig jaar ruim 20 miljoen. En dit jaar gaan ze voor de €30 miljoen. Oh my god. Ik vind het echt zwaar. Ja, hij valt echt tegen, hè. En hij zegt, dit is nog geen kilometer, hè? Nee. En dan keer 14. Hè? Ik ben echt kapot. Ja. Echt, het is echt heel zwaar. Het is gewoon een strijd die je voor iedereen voert. Die daar natuurlijk even, je haalt daar even een voldoening uit. Dat je mee hebt gestreden. Want dat is de enige manier dat je er zelf iets aan kunt doen. Want je kunt er voor die mensen zijn, maar zelf iets tegen die ziekte doen, dat zit er niet aan. Wesley's moeder had nog één laatste wens. Ze wilde heel graag haar kleinkinderen zien. Ze zou voor het eerst oma worden. Maar het ging zo slecht met haar dat er eigenlijk niet meer in zat. Omdat de tweeling te vroeg werd geboren, kwam haar wens alsnog uit. Toen heb ze nog vast kunnen houden. En toen ze weer thuis kwamen, toen is ze 's nachts overleden. Dus dat was heftig. Maar wel heel mooi ook, heel dubbel. Wat was je moeder voor iemand? Mijn moeder was heel lief, zorgzaam. Een vrouw met heel erg veel humor. Elke dag, als ik wel een keer aan haar denk, dan staat er gewoon een lach op mijn gezicht. Om... Fantastische vrouw, echt waar. Geweldig. Hoe oud is ze geworden? 44, ja. Dat is wel heel jong, hè? Dat is heel jong, ja. Dat is heel triest en daarom geeft dat ons ook meer kracht om de Alpe d'Huez te gaan doen. Ja. Gaat je lukken? Ja, absoluut. Zeer zeker.